Hoi collega, ik ben Marit en in deze video ga ik je meer vertellen over blended learning en hoe jij dat kan inzetten in jouw onderwijspraktijk. Allereerst, wat is blended learning eigenlijk? Bij blended learning hebben we het over verschillende vormen van onderwijs die op elkaar zijn ingespeeld. Denk bijvoorbeeld aan face-to-face leeractiviteiten gecombineerd met online onderwijs. Deze leeractiviteiten zijn bewust gekozen en worden ook gemonitord en geëvalueerd. En daarnaast is het gebaseerd op onderwijskundige methodes. Als leidraad voor deze video gebruik ik het Embed-raamwerk. Dat Embed-raamwerk is tot stand gekomen doordat verschillende universiteiten de afgelopen 3 jaar hebben samengewerkt en onderzoek hebben gedaan naar blended learning. Zij zijn gekomen tot een raamwerk waarin verschillende onderdelen worden uitgelegd en het duidelijk wordt hoe dat je blended learning kan inzetten in jouw onderwijspraktijk. Ik ga 5 van deze onderdelen alvast nader toelichten. Een eerste punt is flexibiliteit. Als docent zorg je ervoor dat de student wat te kiezen heeft. Dit kan zijn dat je meerdere leeractiviteiten aanbiedt, of dat de student zelf kan bepalen in wat voor tempo dat hij leert of opdrachten maakt, of dat je verschillende bronnen aanbiedt en dat de student daar een keuze in maakt. Het onderwijs is in ieder geval flexibel. Dit kan je bijvoorbeeld doen door synchroon en asynchroon onderwijs met elkaar af te wisselen. Bij synchroon onderwijs hebben we het over onderwijs dat tegelijkertijd plaatsvindt. En daarmee wil ik zeggen dat op het moment dat de docent de stof aanbiedt, de student ook aan het leren is. Bij asynchroon onderwijs is dat niet het geval en bepaalt de student zelf wanneer dat hij leert. Dit kan je bijvoorbeeld doen door een instructievideo op te nemen en dat de student die thuis bekijkt en dan vervolgens zelf aan de slag gaat met een opdracht. Dit kan je ook doen bij online onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan de opstart in een live event via Microsoft Stream, waarna je breakout rooms opstart en de studenten uiteengaan in verschillende groepjes en daar aan de slag gaan met een opdracht. Wil je meer weten over synchroon en asynchroon onderwijs, of hoe dat je zo'n breakout room opstart? Bekijk dan de video die ik daarover heb gemaakt. Een tweede punt in blended learning is interactiviteit. Want in contact met anderen doen we nieuwe inzichten op en kunnen we stof beter verwerken. Het is dus belangrijk dat je bewust nadenkt over het inbouwen van interactiviteit in de lessen. Dat kan zijn tussen studenten of tussen de student en de leraar of met iemand vanuit het werkveld. Je laat het in ieder geval onderdeel zijn van het leerproces en komt daar ook op terug. Een derde punt is zelfregulatie. En met zelfregulatie wordt bedoeld dat de student zichzelf kan activeren om aan de slag te gaan, maar ook grip heeft op het hele leerproces. En dit kan je bijvoorbeeld bewerkstelligen door de student te activeren om zelf een planning te maken en een overzicht te maken van het werk dat moet worden gedaan, dat in te delen en daar ook weer op terug te kijken. Dus actief aan de slag te gaan met een planning. Als je dit inbouwt in de lessen, zorgt het ervoor dat de student heel goed grip heeft op zijn opleiding en precies weet wat er moet gebeuren en wat er nog precies voor hem ligt om succesvol de opleiding te doorlopen. Een vierde punt is belasting en daarmee bedoel ik de cognitieve overbelasting. Want als docenten zijn we geneigd om nogal veel kennis over te brengen. En die hoeveelheid aan kennis is niet altijd even goed. We weten namelijk dat de kennis eerst terechtkomt in het korte termijn geheugen. En dat korte termijn geheugen kan relatief maar weinig nieuwe informatie hebben. Alles wat er daarna nog bij komt is eigenlijk te veel en wordt niet opgenomen. Het is dus belangrijk dat nieuwe kennis eerst wordt weggeschreven in het langetermijngeheugen. En dat doe je door bijvoorbeeld veel te herhalen en het op verschillende manieren aan te bieden. Je doet er dus goed aan om daar bewust mee om te gaan. En ook in overleg met andere collega's na te denken over hoeveel nieuwe kennis een student tot zich krijgt op een dag. En na te denken over hoe lang de kennisblokken nou precies zijn en de verwerkingsblokken precies zijn. Wil je meer weten over cognitieve overbelasting? Ook daar heb ik een aparte video over gemaakt en leg ik je uit hoe je daarmee om kan gaan in het onderwijs. Een vijfde en laatste punt is inclusiviteit. Zeker wanneer het gaat over online leeractiviteiten is het belangrijk dat de student zich gezien voelt. Dat hij weet dat hij gewaardeerd wordt. En dat is met online onderwijs nog best wel pittig. Je kan ze namelijk niet allemaal zien in het scherm. En toch wil je dat de student zich gehoord voelt en gezien voelt.
Nou heb ik er nog wel kleine tips voor, maar dat wil niet zeggen dat het daarmee in één keer perfect is. Zo kan je bijvoorbeeld een les openen door eerst één voor één de namen te noemen van de studenten die aanwezig zijn. Wanneer de naam van de student wordt genoemd, laat de student weten dat hij aanwezig is en kan hij daarna zijn microfoon weer uitdoen. Ook kan het fijn zijn om een les telkens af te sluiten met een waarderingsrondje en te laten weten wat jij er goed aan vond gaan. Deze 5 onderdelen zijn een eerste basis voor blended learning. Hiermee zijn we er natuurlijk nog niet. Het raamwerk waar ik eerder naar verwees, bestaat dan ook uit meerdere stappen. Onder deze video zal ik het raamwerk met jullie delen. En daarnaast zal ik ook meerdere video's maken om ervoor te zorgen dat blended learning onderdeel kan zijn van jouw onderwijspraktijk. Wil je meer weten over het Practoraat Media Wijsheid en welke activiteiten we allemaal ondernemen? Volg ons dan via Instagram, LinkedIn of Twitter of bekijk onze website mbomediawijs.nl. Daar vind je allerlei tutorials en lesbrieven om ervoor te zorgen dat jij als docent mediawijsheid kan integreren in het onderwijs. Heel veel succes met blended learning en tot de volgende video.